Nou, ja. Wij zijn aangekomen bij Persepolis. Ja, ja. Kan ik zwemmen? Leuk zwemmen als geloof ik. Woehoe! Ja. Nou meiden, wat gaan we doen? Lekker zwemmen. Lekker zwemmen. Nou meiden, wie zijn jullie? Nou, ik ben Liz. Ik ben Naomi. Vertel. Nou, we hebben elkaar ontmoet via het jonge moederwerk. Ja, toen werden we in een appgroep gegooid, wel met overleg. Ja, en eigenlijk vanuit daar zijn we gewoon gaan afspreken. Ja. Klinkt goed. En wat doen jullie dan zoal? Zwemmen, shoppen. Ja. Ja, gewoon appen. Van alles. Ja. Ja. Net ook lekker gezwommen, hè? Ja. Ja, klopt. Dat is leuk. Hoe was het? Ja, dat was leuk. Gezellig. Ja. Hé, wat hebben jullie aan elkaar? Nou, het is heel fijn om iemand te hebben die een beetje hetzelfde meemaakt. Ja. Ja? En wat vind jij nou, Omi? Wat vind jij er fijn aan om Liz te kennen? Ja, het is leuk om gewoon, zoals een keertje afspreken met elkaar, gewoon omdat we in hetzelfde schuitje zitten. Zij is nou zwanger, ik heb al een kindje. Ja, het is gewoon, het hoort bij elkaar. Ja. Het hoort bij elkaar, ja. Want wat als jullie elkaar niet hadden gehad, hoe was dat geweest? Nou, ik vind het saai hoor. Ja. Saai, ja? Ja, klopt. Ja? Hebben jullie een beetje steun aan elkaar? Zeker. Ja. Ja? Hey, wat heb jij aan Naomi? Nou ja, sowieso is het gewoon een goede vriendin. En het is gewoon fijn dat ze weten waar je doorgaat. Ja. Ja, fijn. En jij Naomi? Wat heb je aan Liz? Ja. Dat is een praatje gewoon als je gaat afspreken, maar ook ik zou mijn verhaal bij haar kwijt kunnen mocht het nodig zijn. Gezelligheid. Zijn er nog meer mensen waar je steun van ervaart? Ja, ik heb ontzettend veel steun aan mijn ouders. Ja. En die zouden alles voor me doen. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Fijn. Ja. En wat doen ze dan zoal voor je? Nou ja, wat niet. Als ik iets nodig heb, weet je wel, qua spullen en gewoon ook mentaal qua steun. Ze zijn er, elke stap zijn ze er, altijd. Ja. Hey, en waar ben jij nou trots op? Zelf. En waarom? Nou, omdat ik, ik ben een tienermoeder. Ik ga nog naar school. Ik voed mijn kind zelf op. Ja. Eigenlijk ben ik daar wel heel trots op dat ik gewoon naar school ga. Ik haal mijn diploma dit jaar. Dus super vet. Yes. En jij? Ik ben er gewoon trots op hoe het me gaat in mijn leven. En ik ben trots op mijn kind. Ook als je er nog niet hartstikke trots op bent. Ja, ik ben trots op mezelf hoe ik het doe. Ja. Goed zo. Hé, want waarom is het nog meer zo handig om je ouders te hebben? Want volgens mij wordt er iemand opgehaald hier. Worden de iemanden opgehaald? Ja, om als taxi te spelen. Taxichauffeur mama. Ja. Gebruik van maken. Zo. Ja, ik ben zo'n goede vriendin. Laatst, toen Liz heel veel appjes had gestuurd, ik zit in ijs, ben ik gewoon helemaal op een fiets gestapt. Naar de winkel gefietst. En naar haar huis gefietst om een bak ijs te halen. Jeetje, hoe vond jij dat? Ja, dat was top. Ik moest er bijna van huilen. Echte liefde. Ja, toch.